omdat het iets was wat ik totaal niet kende, had ik daar misschien ook niet een bepaalde verwachting bij. Ik was eigenlijk gewoon nieuwsgierig. Maar als ik kijk naar de resultaten, ja, die hebben al mijn verwachtingen die ik, als ik die al had, hebben die echt compleet overtroffen. Ik was ook niet zo bekend met wat kan ik dan precies vragen aan een astroloog. Het kan je heel veel brengen als je het weet. En als je het niet weet, dan mis je echt iets. Dat vind ik echt. Weet je, je ziet dat in de damesbladen, in de roddelblaadjes, in de krant. Kun je altijd zo'n klein stukje lezen over astrologie. Maar dat zegt eigenlijk niks. Want het zegt alleen maar iets over het sterrenbeeld. En niks over mij als persoon. Het volgende, ze zei, ik ben geen waarzegger. En de astrologie is niet een waarzegging. Maar ik kan je wel mijn ogen vanuit de astrologie gunnen om zelf te onderzoeken wat dat betekent voor jou in je leven. En vroeger als kind hoorde ik wel eens dat ik te veel energie had en dat het niet oké was. Dus door dan zo'n met Patty in gesprek te zijn en door te kijken van oké, het is 3 keer vuur. Ja, dat kan ook gewoon niet anders. Enorm helpend, dus deze ervaring, ook het contact met Patty, echt enorm helpend in het maken van keuzes en het snappen van hoe soms mijn gevoel invloed kan hebben. Ik heb met heel veel verschillende methodes kennis gemaakt en er is er geen eentje die mij daarna nog bezig hield, maar ook die ik erbij terugpakte. En het lukte ook daardoor om heel veel dingen te plaatsen die ik daarvoor op rationeel gebied niet kon plaatsen. En dat was voor mij een buitengewoon goede ervaring. Waarom reageer ik zo emotioneel? Waarom raakt mij dat zo? Ja, dat ik weet waar dat vandaan komt. Ja, dat klinkt heel, heel banaal, maar het geeft een stukje toestemming. Dat dit gewoon bij mij hoort. Ik wist wel dat het er allemaal was, maar dat het zo gedetailleerd ook gaat over wie ik ben en hoe ik in het leven sta. De herkenning zit hem in het weten als je het hoort. Ja, dit klopt. Ik denk dat je ergens een sleutel moet hebben bij mensen en bij iedereen zal die sleutel anders zijn. Dat ze het gaan voelen, dat ze mogen zijn wie ze echt zijn. Dat dat gewoon echt zo de bedoeling is. Dus als jij ergens die sleutel kunt vinden, ja, dan ben je gewoon heel goed bezig. Ik voelde het stromen bij mij en heel erg van hè. Alsof Patty mij ineens begreep of zo, terwijl Patty mij niet kende. Maar van hè, zie je wel. Het gaat door. Het is ja, duurzaam en dynamisch tegelijk. En dat heb ik niet eerder ervaren in iets wat ik ben gaan zoeken aan hulp of aan informatie of aan investering in mezelf. En dat is dit wel. Op dat moment kwam dat zo treffend binnen dat ik daarna ook heel goed kon bevatten waarom ik mij lange tijd over bepaalde zaken zo angstig heb gevoeld. Ja, dat gevoel is echt te gek. En dit is wie ik ben. En dat voelt gewoon fijn, dat voelt gezien worden. Ja, dan voel ik me gezien. Ja. Eigenlijk 3 woorden. Fijn vond ik het. Het geeft mij vertrouwen en ook heel veel herkenbaarheid. Is wel een soort kompas geworden waar ik mee ben kunnen gaan werken naar wat te blijven doen, waar een beetje mee te stoppen en welke nieuwe koers te gaan varen. Dat klinkt ook een beetje gek wat ik nou zeg, maar een beetje meer verliefd op mezelf. Ik dacht, ja. Ja, dat heeft mijn verwachting overtroffen. Waardoor ik dus met een glimlach de deur uitliep bij Patty. Life changing. Omdat het mij echt heeft gemotiveerd en gestimuleerd om het gewoon te doen.